Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ongetwijfeld heb je wel eens een vrachtwagen, zo'n open autotransporter zien rijden. En er staan dan auto's op die trailer en die zijn ingepakt. Zijn dat dan gecamoufleerde auto's? Zijn dat auto's die de wereld eigenlijk nog niet mogen zien? Enerzijds is dat het geval. Nee, maar het zijn hoofdzakelijk nieuwe auto's die verpakt zijn omdat ze onderweg zijn van de fabriek naar de dealers. En die auto's die moeten beschermd worden. Juist, en dat witte pak wat je ziet zoals het hier zit op een Maserati is juist een beschermpak. Het moet beschermen tegen steenslag, UV-licht, uitwerpselen van vogels, maar ook tegen krassen. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes laten we zien hoe zo'n pyjama, zo'n beschermingshoes, nu eigenlijk precies bevestigd is en waar die nou eigenlijk exact voor dient. Ja, en je ziet hem hier op de zijkant, ja, je ziet het al, er staat overal Maserati op. Dit is om duidelijk te maken dat onder deze pyjama zit een Maserati. En als je dan het programma kent van Maserati, dan zie je ook gelijk dat dit een Levante is. En als je dan tot verder in detail gaat kijken, want die wielen die zijn namelijk open, dan zul je al aan het ontwerp van die wielen kunnen zeggen van hey, dit is wel het topmodel van die Levante familie. De Trofeo, zoals je dat aan de achterzijde kan zien, aan die dubbele uitlaatpijpen. Ja, en als je dan in de gelegenheid bent om dichter bij die auto te komen, dan kun je het zelfs nog voelen, want hier zitten die uitsparingen in de motorkap die typerend voor die Trofeo zijn. Maar ja, kijk, hier zit gewoon een sticker van de eindcontrole. En daarop staat Levante, daarop staat V8, 4-wheel drive, 600 HP. Ja, en dan zie je overigens ook dat die gefabriceerd is. Eindcontrole 31 maart 2022. We leven nog geen 10 dagen later en deze auto die staat al. Hier staat de dealernaam vermeld Driessen Auto Eindhoven, dan zie je dat die voor Maserati Hollanda is bedoeld. En dan zie je dat die al gewoon op Nederlands grondgebied staat. Hoe snel is dat ook geregeld? Deze auto heeft dus eind maart zijn productielijn verlaten. En na die productielijn gaat hij naar de eindcontrole. En daar bij de eindcontrole, ja, dan gaan ze alle hokjes gaan ze afvinken om er zo zeker van te zijn dat die auto voldoet aan de standaards van Maserati. Hier op de voorruit is de sticker nog aanwezig dat hij de eindcontrole heeft doorstaan. En waarom heeft hij die eindcontrole ook doorstaan? Waarom kunnen we dat weten? Waarom zien we dat? Ja, omdat hij dit witte pak aan heeft namelijk. Op het moment dat hij de eindcontrole met glans, oftewel met een groene sticker heeft doorstaan, wordt die auto wordt ingepakt. Je ziet het, het is één groot pak. Van voor naar achter is het één geheel, uitgezonderd de motorkap. Daar hebben ze een tweede deel voor aangebracht. Die ligt over die motorkap heen. Die is zeg maar om de motorkap heen gekruld met elastieken om die auto vervolgens te beschermen. Ja, deze auto die is dan uit die eindcontrole gekomen richting het opslagterrein. Nou, daar heeft hij aan de hand van de sticker niet erg lang gestaan. Vervolgens is hij in de vrachtauto gezet en onderweg naar Nederland. En dan denk je, ja, die auto is helemaal ingepakt. Daar kun je voor de rest eigenlijk bijna niets meer mee. Nou, integendeel. Wat ze hebben gedaan is, ik zei het al, dat hele pak is uit één geheel. Maar je ziet hier de uitsparing voor het voorportier. Ja, dat is het belangrijkste, want aan deze kant, dit is een hoes voor de Europese markt, want hier zit het stuur aan de linkerkant. Dus de deuruitsparing zit ook aan deze linkerkant. En ook voor de achterklep hebben ze een uitsparing gemaakt. Ook weer voorzien van een rits. En om even aan te geven, dan denk je van, oké, maar dat is een metalen rits, Sjoerd. Is dat niet gevaarlijk? En wat je zeker nu doet, krast dat niet op de lak. Nee, kijk, je ziet het al. Hierachter zit ook weer dat synthetische materiaal om juist die rits van de koets af te houden. Om ervoor te zorgen dat die gewoon niet die deuren krast. En hier kun je dus instappen in die auto. Er is met meer factoren rekening gehouden met het rijden van die auto. En dat begint met het front, dat je ziet dat overal gaten zitten waar de grill zitten. Dus
Al die grilles, die zijn allemaal niet afgedekt. Nee, die hebben nog steeds de koellucht die naar binnen kan. Je ziet ook dat ze mooi plastic, transparant plastic hebben aangebracht voor die lichtunits. Ja, stel je voor dat deze auto in het donker wordt geladen of wordt gelost. Of dat die niet op een open trailer staat, maar juist in een gesloten trailer. Dan rij je een donkere tunnel misschien wel binnen. En daarvoor is dan dit kleine venstertje, waardoor dat licht juist je helpt om in die trailer te rijden. Je ziet ook dat die voorruit, die is niet afgedekt. En je had dus juist gedaan om ervoor te zorgen dat die chauffeur ook daadwerkelijk wat ziet. Maar hij moet wel naar buiten kunnen kijken, dat hij niet ergens tegenaan botst. Want ja, als hij ergens tegenaan botst, dan heeft zo'n hoes ook natuurlijk geen nut. Maar je ziet dat die pyjama hier met tape, met stickers, zit vastgeplakt op die ruit. En waarom? In het geval van een open trailer heb je natuurlijk rijwind. En dan moet je ervoor zorgen dat niet die rijwind onder die hoes slaat, waardoor die hoes juist gaat klapperen op die auto. Hij is namelijk best wel sterk of strak aangetrokken. Maar dan moet je dus voorkomen dat die wind hieronder slaat, waardoor die auto dan eventueel alsnog zou beschadigen. Ja, die spiegels, daar heb je echt helemaal niks aan, want die zijn juist wel afgedekt. Dus die chauffeur die moet eigenlijk alleen maar rechtuit rijden. Hij heeft wel een zijraam zoals hij aan de andere kant ook heeft. Ja, en aan de achterkant zie je dat ook die uitlaateindstukken vrij zijn gehouden. Juist van die pyjama. Om ervoor te zorgen dat die hete lucht niet tegen die pyjama blaast. Maar gewoon vrij die carrosserie verlaat. Kijk ook even naar dit deel, hè. Dit is een zacht element, precies op de bumper. Stel je voor, dit is voor gewoon extra bescherming, hè? Dit is extra zacht. Stel je voor dat je nou net iets raakt, net een andere auto die in de trailer staat. Veiligheid, voorzorg. Hier zie je ook een klein schuimend blokje zitten. En dat zorgt er weer voor dat die hoes niet direct op de ruitwisser aanwezig is. Achteruit natuurlijk afgeschermd, maar in dit geval wel met een plastic transparant deel, zodat je nog steeds achteruit kunt kijken. Ja, grappig hè? Zelfs voor de haaienvin achter op het dak hebben ze een hoesje gemaakt wat er dus overheen steekt. Ja, die chauffeur die krijgt deze auto om hem op het fabrieksterrein te zetten. Dan moet hij natuurlijk een in- en uitstappen. Ik heb al gezegd, er zit een uitsparing voor het voorportier zit erin. Die ritsluiting. Je opent hem gewoon door aan het lusje te trekken. Ja, ik zelf trek hem nu iets verder naar buiten toe. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar dat zou ik doen in dit geval. En je ziet dat hij hier doorloopt, helemaal onderaan. En vervolgens kun je hem nog verder ritsen. Sterker nog, je kunt hem helemaal openen en je kunt hem op dak leggen. Die hoes op dak. Zodat die deur gewoon volledig vrij is. Nog een mooi detail is, je ziet hier die omlijsting van die ramen. En je ziet hier, zie je het al een klein beetje, ik weet niet of het goed in beeld te brengen is. Maar je ziet dat hier gewoon beschermfolie overheen is aangebracht. Ook weer om ervoor te zorgen dat juist niet dat soort kleine details ook gewoon crashes krijgen tijdens het transport. Vervolgens kan de chauffeur, mooi hè, de Italiaans vlaggetje. Chauvinistische Italiaan. Vervolgens kan de chauffeur de deur openen. Je ziet dat hier een blokje aanwezig is. Stel je voor dat je bijvoorbeeld die gesloten trailer hebt en je doet die deur open, dan komt dit blokje als eerste tegen de zijkant van de trailer in plaats van het portier aan zich. En je ziet dan vervolgens dat die chauffeur kan plaatsnemen op die zetel, ook voorzien van een hoes. En dat niet alleen, ook heel die middentunnel is juist voorzien van een beschermingshoes, omdat daar natuurlijk eventueel de mouw van de chauffeur overheen kan schaven op het moment dat hij die automatische transmissiehendel daar bedient van drive naar neutraal naar reverse. Ook het schermpje van het navigatiesysteem voorzien van silicaan. Deze auto is fonkelnieuw. Zo is die uit de trailer gekomen. Dit deel wat je hier op de grond ziet liggen viel uit het portier. Weliswaar heb je over die verlichte dorpel nog steeds een beschermingsfolie. Maar dat deel lag erin om ervoor te zorgen dat in ieder geval niet met wat voor schoenen dan ook, werkschoenen mogelijk, tegen die dorpel wordt gestoten en eventueel een krasje, zelfs niet in het mooi afgewerkte cellofaan hier, wordt aangebracht. Ja, en zo kan die auto op het moment dat die
klaar is, de kwaliteitscontrole heeft doorstaan, kan die gewoon richting de klant. En hier staat hij dan, ja, helemaal ingepakt. Zo is hij zoals hij bij de dealer binnenkomt. En dan vervolgens, wanneer gaat de folie eraf? Wanneer gaat de pyjama uit? Dat is op het moment dat die vrachtwagen hier is en de auto zijn eerste afdrukken van die vierwielen op Nederlands grondgebied zet. Want een dealer, ja, die wordt altijd natuurlijk verwacht dat hij die auto alsnog even inspecteert. Onder het mom van vertrouwen is goed, controleren is beter. Zou... Ja. Een bekende Nederlander zeggen, inmiddels bekende Nederlander. Ja, hoe zit dan die hoes om die auto heen? Je hebt hier heb je gewoon elastiek in zitten. Hier zit een band overheen, hier zit een elastiek onder. Die haal je gewoon los. Vervolgens, het is hetzelfde als met een pyjama, zoals we die kennen van gewoon een autopyjama. Gewoon een slaapzak voor de auto, waarin die zijn winterslaap houdt. Hup, voorzichtig. Stevig materiaal. Het is natuurlijk vervaardigd om ervoor te zorgen dat hij tegen steenslag kan, dat hij tegen krassen kan. Maar ook UV-licht, dat is ook heel erg belangrijk. Maar weet je wat het belangrijkste is? En dat zijn uitwerpselen van vogels. Dat het niet gelijk in die, ja, in die lak trekt. Hè? Ja, daar moet je dus goed op letten dat die auto wel beschermd wordt. Er zitten haakjes aan die aan de onderzijde van de auto zijn bevestigd. Vervaardigd natuurlijk van kunststof, om ervoor te zorgen dat als ze van metaal zijn, dat ze niet die auto beschadigen. Kijk, voor mij is dit natuurlijk niet een klusje dat ik dagelijks doe. Dus vandaar dat ik even anders, maar ze hebben bij de dealer, ongeacht de dealer, hebben ze altijd een vast persoon die die auto's in ontvangst neemt. Kijk, die haken, hier hebben we er eentje in beeld, die passen precies aan de onderzijde, allemaal maatwerk. Kijk, zo'n pyjama, zoals jullie hier zien, die beschermpyjama, die is in dit geval voor een Levante. Maar die pyjama, die is niet alleen voor een Levante als een trofeo, zoals die hier staat, maar die is er ook voor een Levante met een hybride aandrijflijn. Dan heb je nog dat alle auto's bij Maserati worden allemaal gewoon netjes in de verpakking gedaan. Dus het is niet zo dat als jij een koper bent van bijvoorbeeld de basisversie, de instapversie, dat je dan geen pyjama krijgt. Nee, alle auto's worden in de pyjama gestopt. Gewoon om er voor zorgen, zeker van te zijn dat dat allemaal gewoon heel netjes bij de dealer terechtkomt. Kijk, ik moet wel even zoeken naar die haakjes. En je ziet het al, gewoon hier in het midden zijn ze los. En zo kun je dus heel die auto als dealer zijnde uitpakken en dan die auto inspecteren. Trek hem even een klein beetje omhoog. Kijk, de spiegel is aan deze zijde al los. Niet vergeten. Ik had even tegen jullie moeten zeggen, dit is een momentje om even koffie te pakken. Maar, kijk, je ziet al dat die motorkap apart is. Ja. Verzegeld, is een verkeerd woord, maar beschermd. Het woordje verzegelen moet ik trouwens dadelijk wel gebruiken. Want deze auto heeft een zegel. En dan weet de dealer, hier moet je dus de folie, de sticker, loshalen. Die had aan de andere kant had ik er al mee gesmokkeld. Door hem dubbel te plakken. Kijk, en die zit op de ruit. Plak hem even dubbel. Tijd voor een wachtkamermuziekje misschien wel. Kijk, stik hem los. Dan rol hem naar achter toe. Ondanks dat ik hier geen ervaring mee heb, heb ik gevraagd hoe kan ik dat het beste doen. En ze zeiden van normaal met twee personen die hoes eraf halen. En dan vervolgens heb je dus de auto zoals de klant hem straks ziet staan. Ik leg hem even hier neer, ik ga hem niet opvouwen. En dan zie je hier aan die achterzijde dat hij dus een zegel heeft. Ik liet dat straks al zien, aan de achterzijde heeft hij ook een ritssluiting. En die ritssluiting die is noodzakelijk omdat je in die achterruimte moet zijn. Stel je voor dat je hem niet meteen uit de verpakking haalt, heb je natuurlijk wel een ritssluiting nodig om in die achterkant te komen. Kijk, hier zie je het zegel.
staat ook Do Not Open. En waar is dat zegel nou zo belangrijk voor? Nou, als de Maserati-dealer bij deze auto komt en ze kijken, hup, ze houden die hoes eraf en ze zien dat dat zegel open is of gescheurd, dan weten ze dat er iemand achterin is geweest. Kijk, en dat is belangrijk, want achterin deze auto zijn wat spulletjes neergelegd. Zoals de mattenset. Mooi met vermelding Trofeo, dus nieuw in de verpakking. De mattenset. Je ziet hier ook de boekjes van de auto, onderhoudsboekjes. Je ziet hier ook de wielnaafdopjes, want die zitten er op dit moment niet op. Kijk, als eerste als die auto binnenkomt, hou die pyjama eraf. Het laatste wat je doet, is die wielnaafdopjes, doe je erop. Gewoon bij de eindcontrole vanuit de dealer om die auto rij klaar te maken. En hier zie je nog wat andere spulletjes, maar het leukste is dit. Dit is het welkomstpakket voor de klant. Ik laat hem in de verpakking, want ik wil niet het feestje van deze koper wil ik niet bederven door te laten zien wat er in dit pretpakket zit. Ik kan je wel verklappen, er zit een schaalmodel in, maar dat is niet even zomaar een schaalmodel. Het is een heel bijzonder schaalmodel. Je denkt misschien nu ook weer van, hé, die lijst is voorzien van een blauwe kleur. He, dan doet je misschien wel denken aan hybride. Is het niet, dit is een V8. He, met zo'n knijter 580 pk krachtbron erin. He, vervaardigd door Ferrari, maar dat even tezijde. Nee, dit is gewoon het silofaan, het afschermingsgedeelte. Het beschermingsgedeelte van die achterste sierlijsten van de bagageruimte. Ja, één druk op de knop en simsalabim. Iets langer vasthouden. Oh. En hij gaat weer dicht. Ja, kijk, zoals ze hem nu hebben gebracht vanuit Maserati, helemaal in die pyjama. Bijvoorbeeld Volvo doet dat ook voor de S80. Dat heeft ermee te maken, die auto wordt in China geproduceerd. Kom op de trein deze kant op, doen ze hem helemaal inpakken. Er zijn meer fabrikanten die die auto's inpakken. Maar er zijn ook alternatieven. En een alternatief is bijvoorbeeld, en daarom hebben we het voorste deel erop laten zetten, je kunt ook gebruik maken van folie. Dit is niet folie, dit is nog steeds dat synthetische materiaal wat ze bij Maserati gebruiken, maar zo ziet het ongeveer uit. Dat is, je kunt op die voorzijde kun je bijvoorbeeld folie plakken, zoals je dat doortrekt op het dak en op de achterzijde. Dan bescherm je eigenlijk alleen de delen van bovenaf. En dat heeft ermee te maken dat je dan zeg maar de auto beschermt hoofdzakelijk tegen UV-licht en tegen uitwerpselen van vogels. Vraag dat maar even na bij Ford, die ooit een parkeertreintje had met allemaal onverkochte Mustangs erop. Vervolgens gingen ze naar die auto's toe. Ja, en er was even een hele zwerm vogels voorbij gekomen. En die hadden de avond ervoor, denk ik, verkeerd gegeten. En dus kon Ford heel die set met Mustangs opnieuw naar de spuiterij brengen. Die konden gewoon linea recta retour fabriek in plaats van dat ze naar het dealerbedrijf konden. Wat je ook vaak ziet is die folie, die zie je aan de voorzijde. Als bijvoorbeeld een auto staat natuurlijk op een open trailer, maar hoofdzakelijk is dat bedoeld voor bijvoorbeeld trein. Niet alleen beschermt die folie dan die auto tegen steenslag, bijvoorbeeld steentjes die op het spoor liggen of wat dan ook. Nee, hoofdzakelijk tegen dat slijpsel wat je hebt van die metalen wielen op die metalen rails die dan wordt opspat en dan richting die auto gaat. Daar wordt die neus dan tegen beschermd. Zo'n folie is niet even een dun laagje sticker. Dat bestaat uit meerdere lagen, onder andere 6 lagen. En die mag je dan maximaal 6 maanden, afhankelijk van de leverancier, mag je dan op de auto laten zitten. Ja, en dat wordt meer toegepast op de, tussen aanhalingstekens, volumemodellen die niet op maat worden gemaakt. Dus niet specifiek voor een klant worden vervaardigd. Anders dus dan zo'n Maserati Levante Trofeo die je hoofdzakelijk gewoon voor een klant direct bestelt. Ja. Mooi, hè? Dan kun je misschien zeggen van, ja, kunnen ze dan die pyjama niet meegeven aan de klant? Stel je voor dat hij er niet in rijdt. Nou, dit is een auto om te rijden. Dan wil je niet elke avond die pyjama eroverheen trekken. Maar zo'n pyjama is het ook niet. Het is eigenlijk bedoeld voor eenmalig gebruik. Deze auto is gecontroleerd door de dealer. Vervolgens hebben we gevraagd of we de hoes er terug overheen konden trekken. Zodat we het aan jullie kunnen laten zien hoe nou zo'n witte pyjama, zo'n wit maatpak voor een fonkelnieuwe auto die de fabriek net heeft verlaten, hoe dat eruit ziet en hoe dat in elkaar steekt. Vandaar deze aflevering van Sjoerds Weetjes over een fonkelnieuwe Maserati in een fonkelnieuw pak dat eigenlijk maar één keer wordt aangetrokken.